Goedenavond, gemeente. Namens de Wijkkerkenraad mag ik u van harte welkom heten, hier in de kerk of thuis via het internet. Fijn dat u er op een of andere manier bij bent om met ons deze kerstavond te vieren. Het is avond en voor Jozef en Maria is er geen plaats in de herberg. En Jezus wordt geboren zonder anderen om hem heen. Zouden zij zich ook zo gevoeld hebben zoals wij ons in deze tijden voelen? Soms wat radeloos en soms wat eenzaam. Hoe dan ook gaan wij ook dit jaar weer zijn geboorte vieren. En voor deze viering van vanavond is onze voorganger Peter van der Beek. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organist Teun Zondag en zangduo Bas en Aar. De lectoren zijn de dames Esther, Pien en Nienke. Mijn naam is Rutger Terpstra en ik wens u een fijne en gezegende dienst toe. Laat ons nu een moment stil zijn om ons verder voor te bereiden op deze dienst. De paaskaas brandt en we willen het licht verder verspreiden door de kaas op de tafel aan te steken. Daarna zullen wij zingen. Even kijken. Daarna zullen wij luisteren naar muziek van Bas en Aar, Let It Be Christmas. Thank you.
avond. Wat fijn om jullie weer hier vanuit de ontmoetingskerk te begroeten. De eerste advent was namelijk de laatste dienst die we vanuit de ontmoetingskerk vierden. De vieringen daarna van de advent vierden we in de andere kerken van de PGH. Maar vanaf vanavond vieren we weer in ons eigen gebouw. En de andere kerken ook in hun eigen gebouwen. En door de nieuwe maatregelen zullen velen van onze gemeenschap online met ons verbonden zijn. Het voelt vreemd om met zo weinig mensen hier in de kerk toch kerst te vieren en zoveel mensen thuis met ons verbonden zijn. Fijn dat het kan. Fijn dat jullie erbij zijn. En van sommigen weet ik dat ze kijken. Van Lammy, van Peter, van Ella of Joyce. Maar er zijn er vast nog veel meer die kijken. Welkom. Hier en thuis. En wij mogen elkaar begroeten. In de naam van die God die sprak, er zij licht. En er was licht. In de naam van Jezus. Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest. Die mensen aan het licht brengt. Amen. Bethlehem, o uitverkoren. Laat ons bidden. Goede God, midden in deze winternacht, vanuit een wereld in lockdown, komen wij tot u. Ondanks alle beperkingen zoeken wij naar wegen om het kerstfeest te vieren. We missen elkaar in deze kerk, juist op deze feestavond. Wij bidden u dat wij door alles heen ons toch verbonden weten met elkaar. Dat wij in ons midden uw Zoon Jezus mogen verwelkomen, ook in coronatijd. God, onze harten kunnen vol onrust zijn. Maatregelen, beperkingen en nieuwe kerststress beheersen ons. Hoe plannen we de feestdagen zo, opdat wij al onze geliefden kunnen zien? Hoe kom ik de kerstdagen door, nu ik bijna niemand kan zien? Hoe houd ik voldoende afstand tot mijn naasten? Wilt u in deze roerige tijden dicht bij ons zijn en ons vervullen met uw geest, opdat wij het licht mogen zien en ervaren dat met uw Zoon op deze aarde is gekomen. Amen.
luisteren we met elkaar naar een muzikale samenwerking tussen Bas en Aar en onze tieners Esther, Pien en Nienke. De dames verzorgen de schriftlezing en dat wordt afgewisseld met een muzikale opluistering. Hoor de engelen zingen in de eer en daar gaan we van genieten. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich in te laten schrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hem: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer." Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld is, in een voerbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engelen een groot hemels leger, dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft."
gemeente van Christus. Normaliter sluiten wij onze eetgroep altijd af in de keuken hier met TikTok-filmpjes. Misschien heeft u ervan gehoord, misschien ook niet. Maar dan kun je een filmpje kijken, er wordt een dansje voor gedaan. En die moet je dan nadoen en dat kun je dan weer de wereld insturen. En de meiden die gaan mij daar vaak in voor en steek ik een beetje schril bij af. Maar het is hartstikke leuk om samen te doen. Alleen, vorige week maandag sloten we anders af. Nadat we eerst hier in deze kerkzaal geoefend hadden voor de kerstavond. We sloten namelijk af met het kijken van de persconferentie van premier Rutte vanuit het torentje. De boodschap kwam hard aan. De scholen moesten eerder sluiten. Mensen moesten echt weer thuis gaan werken. En niet-essentiële winkels moesten sluiten. Ga zomaar door. Ja, Nederland ging verder op slot. Hoe moesten wij in deze harde lockdown nu nog het kerstfeest vieren? Later, in de auto op weg naar huis, realiseerde ik me dat het juist niet anders kan dan dat we kerstfeest vieren in coronatijd. Midden in de duisternis breekt Gods licht door. De schrijver Lucas plaatst het geboorteverhaal in een groter geheel. Hij plaatst het midden in de situatie van zijn tijd. Net zoals wij verkeerde het Joodse volk in een crisis. Zij werden overheerst door de Romeinen. Wij leven anno 2020 in lockdown en moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Maar de mensen anno jaar nul moesten volgens Lucas vooral in beweging komen. Ze hadden geen last van een virus, maar zij moesten van de Romeinse heersers voor een volkstelling onderweg naar de plaats waar zij vandaan kwamen. Geen keuze. Men moest op weg. En net zoals bij ons konden daar behoorlijke ongemakken bij komen kijken. Zoals reizen als je hoogzwanger bent, of een slaapplaats moeten zoeken terwijl de rest van het land ook op reis is en al kamers heeft geboekt. Of dat je dan uiteindelijk zelfs ook nog moet bevallen in een stal. Allemaal omdat die ene machtige overheerser de dienst uitmaakt. En maakt dat jij dit moet doen. Midden in deze benauwde situatie laat Lucas de Zoon van God geboren worden. De Messias. De Redder. De geboorte van Jezus valt ook midden in de geschiedenis die God met ons mensen gaat. Al eeuwen, van generatie op generatie. Deze twee zijn op elkaar betrokken. En God wil zo dicht bij mensen komen dat hij zijn Zoon naar aarde stuurt. In Jezus is God mens geworden. De engelen bezingen het in hun prachtige lied, welke wij later vanavond ook horen. En de herders zijn de eerste getuigen van dit wonder. Jezus groeit op en groeit uit tot het licht van de wereld. De evangeliën staan vol met verhalen over zijn leven. Door zijn aanwezigheid veranderen de levens van de mensen die in hem geloven ten positieve. De mensen worden geraakt door zijn woorden. Hij geneest blinden, zodat ze weer kunnen zien. Hij geeft mensen die de moed hebben laten zakken, weer hoop en moed om door te gaan. Hij helpt hen verder op weg en biedt ze nieuw perspectief. Dit alles maakt nog niet dat al hun en onze problemen gelijk zijn opgelost. We zijn nog niet verlost van moeilijkheden. Er is nog steeds geen wereldvrede en de pandemie is nog niet voorbij. Maar het leven wordt wel verlicht met Gods aanwezigheid. Hier en nu, in onze ellende, breekt hij door. Hij maakt dat wij het vol kunnen houden en zicht krijgen op een betere wereld. Die inspiratie die Jezus op aarde bracht, werkt tot op de dag van vandaag door.
In zijn geest zie ik ook mensen in Haarlem in beweging komen. Mensen zijn in deze coronatijd betrokken op elkaar. Onze diakenen zijn bijvoorbeeld actief in deze wijk. Middels het uitdelen van kerstattenties geven zij mensen het gevoel dat ze gezien worden in de voor hen vaak moeilijke situaties. Zo vormen zij lichtpuntjes in de levens van hun medemensen. En voor de kinderen, de tieners en de gezinnen proberen we als leiding toch alternatieven te creëren, ondanks alle beperkingen. Zo hadden we afgelopen zondag de OJ Legpuzzel Challenge. Die werden we digitaal met elkaar gevierd. En ieder gezin kreeg een legpuzzel. Allemaal dezelfde. Een kersttafereel. En met het eigen gezin mochten ze deze puzzel leggen. Ondertussen kregen zij gedurende de dag opdrachten, waardoor wij met elkaar in contact stonden. Ondanks dat het digitaal was, was het een hele mooie dag. De creativiteit was gigantisch. De verbondenheid was groot. Binnen de gezinnen, maar ook als groep op elkaar. Dit was wat we elkaar nu konden geven. Tijd, liefde en echte aandacht. Oog voor elkaar. Op die avond was er al een winnaar. De superpuzzelaars noem ik ze maar even. En de rest van de families maken de puzzels gedurende de kerstvakantie verder af. Net zolang totdat in elk gezin het kindje in de kribbe komt te liggen. Toch is ook dit een tijd waarvan we weten dat we niet iedereen bereiken, hoe graag we ook willen. Eenzaamheidscijfers onder jongeren zijn groot. En er zijn te veel mensen die bijvoorbeeld de komende dagen alleen moeten doorbrengen. Ik kan me goed indenken dat voor deze mensen het kerstgevoel ver te zoeken is. Welk licht breekt er door in hun leven? Een vraag waar, denk ik, niet een pasklaar antwoord voor is. Maar in het grotere verhaal van God en mensen geloof ik dat God nog steeds heel dicht bij ons mensen wil zijn. Juist wanneer het donker is, wil Hij er zijn voor ons. Jezus belooft ons dat God zijn geest geeft aan mensen die er in zijn naam om vragen. Zijn geest, de trooster, wil en zal bij ons zijn en doorbreken in onze levens. Misschien in ons hart. Misschien in het contact met een medemens. Of misschien zoals Huub Oosterhuis het verwoordt in zijn lied. Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt. Gedenk de mens, die wordt genoemd uw kind, uw koninkrijk, uw licht. Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. Gedenk ons, die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, die uit zijn mond uw naam gehoord hebben. Die moeten leven in de schaduw van de dood. Die moeten leven in de schaduw van de dood. Hem achterna. Hem achterna. Ja, kerst moet juist in coronatijd gevierd worden. Het licht van God breekt door op aarde. Dat licht kunnen wij volgen en verspreiden, ook al is alles nog niet opgelost. Geïnspireerd door Jezus zijn woorden en daden, kunnen wij zelf lichtpuntjes proberen te zijn in de levens van anderen. En in tijden van moeite en eenzaamheid mogen wij hem vragen om in zijn geest bij ons te zijn. In Jezus' naam. Amen.
Dan nu de mededelingen. De collecte is bestemd deze kerstavond. De eerste collecte is voor de diaconie en in het bijzonder voor ons avondmaalproject Help Flores. En de tweede is voor de kerk, voor het instandhouding van onze kerkgebouwen. Vanavond kunt u ook nog kijken naar de kerstnachtdienst vanuit de Bavo met Tom de Haan. U kunt het volgen via kerstsamenzang.nl. Ik herhaal, u kunt het volgen nog via kerstsamenzang.nl. En morgenochtend, eerste kerstdag, is onze voorganger dominee Schiethart hier vanuit de ontmoetingskerk. Dank u wel. Normaliter tijdens elke eetgroep die wij met elkaar hebben, hier op maandagavond in de kerk, ontsteken wij een kaars en daarbij benoemen we ook waarvoor we die aansteken. En vanavond willen we dit ook doen. En na elke intentie die Esther of Nienke hebben hebben gebeden, zal Pien een kaars aansteken. Als een lichtpunt in deze wereld. Laten we bidden. Vader, wij danken u voor uw zoon, voor het licht dat met zijn geboorte in de wereld is gekomen. Niet alle duisternis is al weg, maar dankzij het licht kunnen wij ervaren hoe het leven echt bedoeld is. Trouwe God, we danken u voor de mensen die zich geïnspireerd door uw zoon inzetten om een lichtpuntje voor anderen te zijn. Het zij in woorden, met daden of door gebed. Wij danken u voor hun creativiteit, inzet en vasthoudendheid. Wij danken u voor alles wat nog wel kan, dat wij in kleine aantallen elkaar nog mogen ontmoeten. Dat de digitale middelen er zijn, dat wij het kerstfeest toch kunnen vieren. Wij bidden voor de mensen die een eenzame kerst tegemoet gaan. Jongeren, ouderen, mensen. Kinderen van u, wilt u met uw geest bij hen zijn en omgeven met uw eeuwig licht en warmte. Wij bidden u voor alle zaken die in de schaduw van corona belanden, maar die wij op ons netvlies willen houden. Ontwikkelingen en de onvreze politiek, klimaatverandering en de Black Lives Matter beweging, dat uw licht hierop mogen schijnen. Wij bidden u voor jongeren, dichtbij of ver weg, voor als zij zich eenzaam voelen, voor wanneer zij moeite hebben om zich goed te concentreren op hun schoolwerk, voor wanneer zij met problemen worstelen. Wees bij hen. Zie hen in hun situatie, dat uw licht hun bestaan mag verlichten. In stilte delen wij wat ons ten diepste bezighoudt. Namens allen bid ik het onze Vader hardop. In uw harten mag u volop meebidden en thuis natuurlijk ook volop hardop meebidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen,
Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Bij de voorbereidingen van deze dienst hadden Bas, Aar en ik het over dat nu veel mensen natuurlijk digitaal kijken. En die kunnen thuis lekker volop meezingen. En dat is heerlijk, geniet daar ook van. Maar de mensen die hier in de kerk aanwezig zijn, die kunnen dat natuurlijk helaas niet. En wij dachten, die willen misschien ook wel iets van een antwoord geven. Of moeten ook iets kwijt. Daarom heeft u allemaal iets van een muziekinstrument hier gekregen. Die mag u erbij pakken. Het volgende lied wat Bas en Aar met ons zingen is Midden in de Winternacht. En u kent het wel. Op een gegeven moment komen daar de citers en de trommels en de bellen. En het komt allemaal voorbij. Nou, zingen mag dus niet. Maar u mag helemaal losgaan met alles wat u hier gekregen heeft. En thuis natuurlijk mag u ook uit volle borst meezingen. Of pak ook een instrument erbij. En dan samen gaan we er een prachtig lied van maken. Wat een beetje weer in een wisselwerking is. Midden in de winternacht. Best even lekker om weer een antwoord te kunnen geven. De zegen zingen Bas met en Aar nog met ons het Ere zij God. Waarna we de kerk verlaten. En tijdens het uitgaan van de kerk speelt Teun Zondag nog voor ons kantiek de Noël. En wij mogen straks van hier gaan en lichtpuntjes in de wereld zijn. Tijdens de feestdagen en daarna. De Heer zal ons gelukkig maken en ons beschermen. De Heer zal bij ons zijn en voor ons zorgen. De Heer zal aan ons denken en Hij, zij
zal ons vrede geven. Amen. Een zalig kerstfeest. Ja, wat is het?